Al in 1200 kwamen hier boeren het veenlandschap koloniseren. Veen kan je namelijk afgraven en als het droog wordt, wordt het turf. En turf was een hele belangrijke en bruikbare brandstof. Maar daar waar je veen weggraaft, komt water te staan. En dat water moest worden afgewaterd. En daarom besloten boeren het landschap anders in te richten. Rond 1400 werd de schenen uitgegraven, 11,5 kilometer lang. Uitgegraven met een schop en een kruiwagen. Je ziet er een stukje van aan je linkerkant. De schenen betekent de scheiding, want deze vaart deelt het landschap als het ware in tweeën. Het afwateren van het veenlandschap had echter niet altijd zin. Op sommige plekken werd het alleen maar natter. En er waren nog steeds overstromingen vanuit de Zuiderzee. En de veenafgravingen verergden de situatie nog verder. Er bleef overal steeds meer water staan. Na verschillende overstromingen kwam er in de 19e eeuw behoefte aan uniforme regelgeving. Het land moest worden ingepolderd. Met behulp van dijken, sluizen en molens werden grote stukken drooggelegd. Vanaf dat punt kon het veen grootschalig worden afgegraven, zonder wateroverlast. Die afgravingen lieten kenmerkende rechte percelen achter in het landschap. En die percelen namen de boeren later weer in gebruik als landbouwgrond. En tegenwoordig gebruiken we die gronden dus nog steeds. Als we verder fietsen, zullen we echter ontdekken dat niet alles als landbouwgrond gebruikt kan worden.